Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Bas de Haas. Bas, welkom, je bent van Cordify. We hebben je vaker gesproken. We zeggen al tegen mensen, we maken vervolgverhalen. Maar ja, weet je, we hebben ook weer nieuwe luisteraars, kijkers. Dus we vragen aan het begin toch altijd eventjes, wat doet Cordify? Cordify is een online muziekplatform waarmee we het zo eenvoudig mogelijk proberen te maken voor de gebruiker om mee te spelen met je favoriete muziek. Het is een e-learning platform en we hopen eigenlijk zoveel mogelijk mensen aan ons te binden om het zo makkelijk en zo leuk mogelijk te maken om de muziek te leren spelen die jij wil spelen. En dat doen we door automatische muziek om te zetten in akkoorden en dat heel eenvoudig weer te geven. Ja. Ja, dus als jij gewoon een gitaar hebt en je hoort een leuk nummer op de radio, dan kun je dat bij jullie in het platform stoppen en dan komen daar de akkoorden uit die je moet kunnen exact. Spelen. Exact, je zoekt alle muziek staat op YouTube of op Soundcloud. Je zoekt de stream op die je wil hebben. Je haalt hem door het systeem heen en wij geven je de akkoorden en je kan meespelen. Ja, hoe werkt dat? Technisch? Dat is altijd, dat zijn de technische vragen. Dat is altijd een heel lang en heel kort antwoord. Korte versie. Dus ik zal een korte versie doen. Feitelijk wat we doen, we analyseren, we luisteren eerst naar de stream. We analyseren de audio in hele kleine stukjes. En daarin per beat kunnen we bepalen een lijstje aan kandidaten van akkoorden die daar goed op passen. En dan hebben we daarna een hele slimme, eigenlijk hele moderne artificial intelligence modellen die dan van heel veel voorbeelden geleerd hebben wat daarbij de beste akkoorden zouden kunnen zijn. En die modellen rekenen eigenlijk uiteindelijk het akkoordenschema uit. Want je weet, we hebben er heel veel liedjes ingestopt en de kans dat er naar een E en A komt is groter dan dat er naar een E iets anders komt. Ja, exact. Ja, en inmiddels heb je ook heel wat liedjes al er doorheen gehaald. Dus die, 4,5 miljoen. Ongeveer. Dus die heb je sowieso al een keer. Die hebben we sowieso al een keer gecordified, zoals wij noemen. Maar zijn jullie daarin, hè? Want je bent al een paar jaar aan het doen. Artificial intelligence is het woord van nu. Dus ik neem aan dat met artificial intelligence jullie steeds beter zijn geworden. Zijn jullie beter geworden? Ja, wij zijn beter geworden. Ja. Want dat is een beetje het punt. Hè? Jullie waren altijd al heel goed. Maar het probleem is, je wordt eigenlijk afgerekend bij de dingen die jullie doen, eigenlijk op de dingen die fout gaan. Je wordt eigenlijk niet zo, als je 70% van het liedje goed is, dan hebben mensen toch een minder ervaring als 30% Precies. van de akkoorden niet klopt. Stel, je hebt iemand die net begint met spelen, die wil gewoon, eigenlijk verwacht hij gewoon perfecte akkoorden. En dat is gewoon een super moeilijk probleem. Helemaal voor alle muziek is dat een ontzettend moeilijk probleem. Dus die algoritmes maken een klein beetje fouten. Eén oplossing die we daarvoor hebben bedacht is dat we dat een heleboel gebruikers, eigenlijk de crowd, vragen om, als ze een foutje zien, om dat te corrigeren. En al die kleine correcties gebruiken we nu om die neurale netwerken, die artificial intelligence modellen te trainen. En zo het algoritme steeds te verbeteren, zodat eigenlijk de akkoorden die we nu uitspugen alweer een stuk beter zijn dan die van een jaar, twee jaar geleden. We gaan over al die dingen verder praten, maar je bent hier om een speciale reden, want jullie gaan een nieuwe fase in. Welke fase gaan jullie vandaag in? Wij gaan crowdfunden. Eigenlijk een paar uur geleden is onze crowdfunding campagne live gegaan. En het is een aandelencampagne, dus mensen kunnen via het Simbit platform eigenlijk een klein stukje Cordify kopen. En daarbij bijdragen aan onze dienst. En een klein beetje ons succes en een steuntje in de rug geven. Gewoon via simbit.com neem ik aan? Ja, dat is gewoon simbit.nl. Ik zit hem net op. Oké, simbit.nl te vinden op de voorpagina zie ik staan. Ja. Laat maar naar hoeveel hebben ze al binnen, man? 53.140 euro staat hij al. In een paar uur? Begonnen? Ja, we zijn vandaag begonnen. Je krijgt van Simbit wel een soort kleine periode om alvast wat voorwerk te doen. Maar dit is de stand zoals hij nu is. Ja. En jullie doel is 180.000 euro. Dat is correct. Dat voor de gemiddelde start-up is dat volgens mij niet eens heel veel geld. Wat willen jullie met dat geld gaan doen? Wij willen eigenlijk drie belangrijke dingen uitrollen. Ik denk het allerbelangrijkste voor ons op dit moment is gewoon mobiel. De ervaring moet gewoon naadloos werken op een mobiele platform. We hebben afgelopen jaar een mooie iOS-app gelanceerd. Die willen we verder doorontwikkelen en we willen ook die app eigenlijk gaan ontwikkelen voor het Android-platform. Ja, en ben je uiteindelijk dan bij crowdfunding terechtgekomen omdat het niet lukte om een investeerder te vinden? Of is er een andere reden? Wij hebben ook geprobeerd, aanvankelijk dachten wij, is het niet leuk om direct gewoon die groeifase in te gaan en bij hele grote investeerder direct aan de deur te kloppen. Dat hebben we ook gedaan. Daar kwamen we ook vrij makkelijk aan tafel. Maar eigenlijk kwamen we er toen achter dat juist op dat moment in die fase, dat zeg een jaar geleden,
product gewoon nog niet in die schaalbare fase was. Inderdaad, het mobiel ontbrak op dat moment. En ook inderdaad die foutjes in akkoorden, dat is gewoon de Achilleshiel. Dus daar hebben we afgelopen jaar keihard aan gewerkt. Echt een topprogrammeur aangesteld om dat op te lossen. Daar zijn we nu echt een stap mee verder. En we willen eigenlijk hiermee dat proces een klein beetje versnellen. Zodat we alsnog dat groeigeld op gaan halen. Maar dat is wel de volgende dat bedoeling van de volgende. Dat is zeker de vervolgstap. Ja, zeker. Ja, en meestal kiezen partijen die met crowdfunding beginnen voor die richting, omdat je een hele sterke community al hebt. Hè? Ja. Is dat bij jullie ook zo? Is er veel betrokkenheid? Ja, zeker. Ja. Dus we hebben, nou, ik denk, een 550.000 geregistreerde bezoekers op dit moment. Waarvan een... geregistreerde gebruikers bedoel je, denk ik? Ja, geregistreerde gebruikers. Dus die hebben een account met een login. En die, hoeveel gebruiken het maandelijks? Dat vind ik altijd wat interessanter. Klopt. Dat is de van de... Wij kunnen zien dat geregistreerde gebruikers gemiddeld 1 keer per week terugkomen op de site. En dan vaak 3 kwartier gebruik maken van de dienst. In totaal wordt de dienst ongeveer 4000 uur per dag gebruikt op muziek. Om muziek te maken, om mee te spelen. Ja, nou, dat zijn best indrukwekkend. Ja, dus het voegt wel echt waarde toe. Mensen gebruiken het echt en vinden het leuk om... Heb je nou het ook het idee dat, want je zei, we hebben wat voorwerk gedaan, dus je hebt waarschijnlijk die 53.000 euro die je nu op Simbit al hebt toegezegd gekregen, gedeeltelijk de afgelopen week al bij elkaar gesprokkeld. Komt dat echt uit de gebruikers of hebben jullie een paar grote... Nee, dit komt vooral uit het eigen netwerk. Maar we hebben natuurlijk een mooie gebruikersgroep die we gewoon aan kunnen schrijven om mee te doen eigenlijk. Hey, als jij zegt van hierna willen we wel naar investeerders, waarom is dat dan? Ja, misschien ben ik een romanticus, maar ik vind het eigenlijk zo sympathiek dat je zelf met ook investeerders, eigenlijk alleen een grotere groep investeerders, je volgende fase in kan gaan. Wat voegt een echte investeerder, zeg maar, 1 investeerder toe bij een paar 100 investeerders? Dat is een hele goede vraag. Het belangrijkste is misschien snelheid, omdat je ziet toch dat het de markt voor online e-learning voor muziek, dat is enorm in beweging. En wij zijn zeker niet de enige partij die daarop spelen. Ik vrees dat als je dat niet doet, dat je wel eens de boot zou kunnen missen. Ja, ja. En dat er toch een grote partij is die dus wel met de VC in zee gaat. Dus ja, je eigenlijk gewoon uit de markt drukt. Omdat zij wel de middelen hebben om enorm met marketing mensen voor zich te winnen. En dat zou eigenlijk gewoon zonde zijn. Ja, wie zijn jullie concurrenten op dat gebied? We hebben twee, denk ik, directe concurrenten. En daar hebben we een beetje geluk mee. Het ene is RiffStation en een andere is UTAP. UTAP is een Israëlisch bedrijf, is al VC-backed, hebben ze al $2,2 miljoen binnengehaald. Maar hun tractie is toch niet zo als die van ons, helaas voor hun. RiffStation is een hartstikke leuke partij, maar is overgekocht door Fender Guitars. Voor best een hoop geld. Maar daardoor gebeurt er niet zo heel veel meer in de ontwikkeling. Die willen daar waarschijnlijk hun eigen apps en eigen technologie, hun eigen producten mee ontwikkelen. Waarschijnlijk om mensen meer naar Fender gitaren. En als je daarnaar kijkt, dan, en je kijkt naar je eigen product, en laat even vanuit gaan, jullie zien dat je eigen product gewoon echt goed is, wat toevoegt. Ja, hoe pissig ben je wel? Als je ziet dat al die twee andere partijen gewoon, ik wil niet zeggen fluitend, maar zeg maar miljoenen ophalen. En jullie moeten nu heel erg je best gaan doen om de komende tijd die 180.000 op te halen. Frustreert je dat? Soms natuurlijk. Ja, het leven van een start-up gaat niet altijd over rozen. Dat is nou eenmaal zo. En het is keihard werken om een mooi gebruikersproduct op te zetten. Maar ik denk dat we daar ook gewoon in geslaagd zijn. En ik ben echt best wel trots op wat we bereikt hebben. We zijn nu 3,5 jaar bezig. Volledig onze eigen broek opgehouden, alles zelf gedaan, alles zelf opgetuigd. 5 man op de payroll die we allemaal de huishypotheek, honden, katten, baby's kunnen onderhouden. Nog een stuk of 5 freelancers, 2 advisors erbij. Dat hebben we toch maar mooi gefixt.
Ja. Zonder hulp. En eigenlijk, ergens past het ook wel bij ons, dat crowdfunden. Gewoon, want dat hebben we natuurlijk te danken aan onze crowd. Aan de mensen die ons hebben gesupport. Aan onze premium subscribers. Gewoon super tof. En op deze manier ja, een nieuw platform waarbij we ja, die crowd opnieuw kunnen aanspreken om op een andere manier ons te steunen. En wij zullen er keihard voor werken om die waarde terug te brengen naar de gebruiker. Want ik denk dat daar gaat het om. Je moet waarde toevoegen voor die eindgebruiker. Dat is waar het om gaat. Ja, even voor wie geen gitaar speelt. Het is niet alleen voor gitaar, hè? Of is er wel? Nee, klopt. Gitaar? Je kan eigenlijk ieder harmonie-instrument. Het gaat om akkoorden. Feitelijk zou je natuurlijk automatisch het liefst totale nootjes willen uitschrijven. Dat is gewoon een te moeilijk probleem. Akkoorden kunnen we wel best wel goed doen. Maar akkoorden kun je spelen op een accordeon, op een piano, op een ukulele, op een gitaar. Maar ukulele, piano, gitaar zijn wel de instrumenten die bij ons het meest worden gebruikt. Ja, nou, waar ik het even wilde zeggen is, voor wie niet zelf gitaar speelt, ik doe dat wel. En als je een liedje hoort en je wil het gaan meespelen en je hebt geen heel goed, geen absoluut gehoor, dan is dat gedoe. Weet je, dat lukt eigenlijk als je het zelf gaat doen. Ja, bij mij altijd, zoals ik voor mezelf spreken, net niet. Dus dan is een dienst als dit is echt een uitkomst. Dat je denkt, een nieuw liedje komt uit van mijn favoriete artiest. Stop het liedje in jullie dienst. En ik weet in ieder geval, het belangrijkste deel van het nummer kan ik gaan meespelen. Je zei, we hebben de afgelopen jaren is ons gelukt om die broek op te houden. Deels zei je met premium subscribers. Vertel eventjes hoe jullie verdienmodellen nu in elkaar zijn. Ja, dus het grootste deel wordt binnengebracht door het Cordify Premium model. Dat is in principe een subscriptiemodel. We verkopen jaar- en maandabonnementjes en credits waarmee je de premium features voor een nummer kan unlocken. Ja, 6 euro per maand of 1,50 per liedje. Exact, ja. En daarnaast hebben we ook een advertentiemodel, hebben we een aantal advertentiepartnerships, maar proberen we echt merken te zoeken die bij ons passen. WeTransfer model gingen jullie hanteren. Het WeTransfer model, ja. Dat blijkt wel, dat is een lastiger model om uit te rollen. Dus de meeste geld wordt verdiend eigenlijk met Cordify Premium, ja. En Stekel, jij zit eventjes in te lezen, van als je op de Simbit pagina, van wat is dit nou voor een bedrijf waar je je geld in gaat stoppen. Is dit ook hoe jullie naar de toekomst kijken? Het premium model wordt het belangrijkste model voor jullie om je geld mee te verdienen? Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Dus dat is een van de dingen, bijvoorbeeld de Android of de iOS app die we nu hebben. Daarin gaan we ook de premium modellen op een hele nieuwe manier uitlichten. Maar we willen ook gewoon de huidige premium modellen nog meer waarde gaan geven. Dus wat men eigenlijk vanaf begin 2017 kan verwachten is nu naast de akkoorden ook de lyrics. Dat is een van de meest veel aangevraagde features. En we zijn echt in de laatste fase van een deal met LyricFind, die ons deze lyrics gaat leveren. En dan heb je dus ook echt gesynchroniseerd lyrics en akkoorden bij elkaar, die we aan de gebruiker. Ja, want dat is nogal een dingetje, hè? Want je hebt natuurlijk met auteursrechten te maken. Dat klopt. In ieder geval bij lyrics speelt dat. Bij akkoorden, als je ze zelf hebt uitgezocht, is het makkelijker, geloof ik. Hè? Nou, kijk, akkoorden, je hebt. Akkoorden zijn niet specifiek genoeg om exact een muziekstuk te kunnen reproduceren. Het beste voorbeeld wat ik altijd noem is de blues. Altijd dezelfde 12 maat, hetzelfde akkoordenschema. En het is miljoenen keren uitgevoerd door duizenden artiesten. Er is niet één iemand die daar de auteursrechten van kan claimen. Wanneer je lyrics gaat toevoegen, dan moet je gewoon rechten afdragen. En er zijn gewoon specifieke diensten die dat voor jou kunnen regelen. Want voor een klein bedrijf als ons is het geen doen om met alle majors en minors in gesprek te gaan om de auteursrechten van de lyrics af te kopen. Dus dat zijn andere diensten, gelukkig, zoals LyricFind, die daar heel goed in zijn. Hey, is nou heel raar als ik zeg dat we in 2016 jullie nu geld gaan ophalen omdat je zegt, ja, mobiel is belangrijk, dat je daar nu pas mee komt? We hebben een tijd. Als je 3 jaar bezig bent. Klopt, volgens mij was 3 jaar geleden. Was alles ook al mobiel. Klopt. Had je dat in ieder geval kunnen weten? Daar heb je een heel goed punt. En we hebben natuurlijk heel lang hebben gedacht dat we via de. We hebben natuurlijk de site helemaal geoptimaliseerd voor het mobiel gebruik. Dus feitelijk hebben we jarenlang kun je die site gewoon gebruiken in de browser op je mobiel. Maar we vonden gewoon de ervaring niet goed genoeg. Dat we toch juist die extra stap wilden zetten om echt een native app te gaan bouwen. Dus ook geen soort cross-platform compiler of iets dergelijks. Nee, gewoon echt een native app neerzetten.
Ja, en is dat dan nog steeds zo kostbaar? Want ik heb toch vaak het idee dat je dat voor een bedrag van, weet ik veel, 20, 30.000 euro heb je volgens mij een hele mooie app. Dat is wel kostbaar, ja. Nou goed, je hebt inderdaad voor 20, 30.000 euro een app. Ik vrees dat wij dan toch iets meer geld kwijt zijn. Ja, maar dat komt doordat het technisch complex is. Ja, waar zit dat dan in? Want het voelt los. Inderdaad, als gebruiker denk je, ja, weet je wel, wat, het is een mobiele site met een, weet je wel, met een omslagje eromheen, zeg maar. Ja. Waar zit het specifieke, wat maakt de app beter dan een mobiele website? Het moet echt vloeiend. Het moet een vloeiende ervaring zijn waarbij het ja, bijna en supernatuurlijk voelt in het gebruik. En omdat dan moet je eigenlijk gewoon het onderste uit kan halen bij de performance van die kleine apparaatjes. Waar zit voor jou zelf op dit moment de uitdaging? Behalve natuurlijk om er een mooi bedrijf van te maken. Maar jouw aanvankelijke interesse was natuurlijk eigenlijk de techniek. Ja. Kunnen we dit? Hè? Kunnen we muziek zo analyseren dat we eenvoudig er akkoorden uit kunnen laten komen, zodat iedere muzikant aan de slag kan? Waar zit voor jou nu de uitdaging? Ja, precies op die twee punten. Voor het bedrijf zelf is het gewoon echt een mooi bedrijf, waarde voor de gebruiker. Voor mij persoonlijk is het die technologie, dat vind ik nog altijd het leukst. Dat doe ik natuurlijk steeds minder. Daar heb ik goede mensen er nu bij die me daar heel goed bij helpen. Maar daar geniet ik enorm van. Om juist met die materie, met die technologie, met die mooie nieuwe modellen daar aan bezig te zijn. Echt aan het rand van de wetenschap. Dus we hebben echt de allernieuwste algoritme van het wetenschappelijke platform, het iets meer platform, hebben we nu geïmplementeerd. Die staan klaar om helemaal uitgerold te worden. We gebruiken nog steeds ontzettend toffe, obscure programmeertaal. Hij is inmiddels al niet meer zo obscuur. Functionele programmeertaal Haskell. En doen daar ja, waanzinnig toffe dingen met Cloud Haskell. Om de hele backend helemaal gedistribueerd op te zetten. Dat is echt, daar leef ik van op. Dat is te gek. Ja. 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 En nog even een paar andere dingen wat ik haal uit jullie beschrijving die je geeft op Simbit. Ja. Je hebt al gezegd mobiel is het belangrijkste waar we ons geld aan gaan uitgeven. Maar je noemt nog twee dingen. Klopt. Jullie willen Chordify meer social maken. Inderdaad. En je noemt de Chordify Embedded Player. Met name dat laatste snap ik niet helemaal wat je daarmee... We zijn een Embedded Player aan het ontwikkelen. Dat is wel echt nog voor het webplatform. Waarmee je eigenlijk is het de app interface die we hebben ontwikkeld. Die we ook in een soort Chordify Embedded Player gemaakt. Dus je hebt normaal wat je bij een festival of bij een artiest plaatsen. YouTube filmpje. Wat je kan afspelen. En dan hebben we nu een Chordify-knop bij. En die wisselt eigenlijk het YouTube-filmpje op voor eigenlijk dat de app-speler met het akkoordenschema. En heb je nu een soort mini-Chordify die al helemaal functioneel is. En we zijn eigenlijk op zoek naar die embedded player zo te maken dat ook niet alleen waarde voor de eindgebruiker oplevert, maar ook voor dat festival. Of juist voor die artiest. En waar zit dan die waarde voor een festival? Nou, wij denken dat als je... is de fan die jouw muziek speelt, is dat niet gewoon de meest mooie manier om eigenlijk te engagen met die artiest die er bestaat? Als jij een fan hebt die echt jouw muziek speelt en ja, het helemaal door en door kent, het helemaal door en door wil snappen, echt in die muziek wil zitten. En wij denken dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En dat is verder een beetje ook een experiment. Zoeken waar zit die waarde? We hebben een kleine pilot gedaan met... festival in Noord-Nederland, in Leeuwarden, Welcome to the Village, waar dat heel goed ontvangen werd. Dus daar kon je de hele line-up kon je eigenlijk met één druk op de knop kon je meespelen. En dat werd over het algemeen heel leuk gevonden. Maar dat moet je een beetje tunen en kijken en waar zit dat nou? Ja, en dat andere aspect, het meer social maken van Chordify, moet ik dan me voorstellen dat mensen die... jullie dienst gebruiken en muziek gaan spelen, dat die dat met elkaar gaan delen? Of dat is één ding. Hoe werkt dat? Wij geloven gewoon heel sterk dat muziek niet iets is wat je alleen maar alleen maakt. Muziek maak je vaak samen met je docent, met je vrienden of met je in een bandje. Mensen volgen wat je speelt, je praat erover. En eigenlijk wat we willen doen is interactie tussen gebruikers op zoveel mogelijk manieren, op een leuke, interessante manier stimuleren. Dus het kan zijn door middel van statistieken. Kijk, hoe vaak heb je bepaalde dingen gespeeld? Wat spelen je vrienden? Op slimme manier de huidige social media integreren in je site.
Maar inderdaad ook gewoon laten zien wat zijn jouw muzikale smaken. Ik denk ook bijvoorbeeld aan een waar Last.fm groot mee is geworden. Is hele simpel, wat speel je zoal? Wat zijn je topnummers die je hebt geoefend? Waar heb je lang op geoefend? Waar heb je kort op geoefend? Wat zijn de dingen die je moeilijk makkelijk vindt? We geloven dat daar, dat je ook op die manier meerwaarde kan bieden voor die gebruiker op een leuke manier. En op die manier hopen mensen nog net iets meer aan het platform te binden. Jij hebt de afgelopen jaren geoefend in de pitch van wie zijn jullie nou en wat doe je nou. Ik hoor vandaag eigenlijk de eerste keer hoor ik je het woord e-learning noemen. In het verleden waren jullie geen e-learning platform. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom is dat woord voor jou belangrijk? Omdat uiteindelijk, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat over het algemeen het studeren van muziek is gewoon een beetje saai. Dat is, ik denk dat we daar een heel veel waarde kunnen toevoegen. Je moet uiteindelijk gewoon, als je gitaar wil leren spelen, dat is ook vroeger ook wel gezegd, we kunnen niet jou iedere vinger op iedere plek zetten. Dat zul je zelf moeten doen. Wat we wel kunnen doen is het zo makkelijk en zo leuk mogelijk maken. Want eigenlijk onze missie is gewoon om die... Ja, maar dat was niet de eerste vraag. Die vroeg waarom je het etiket e-learning erop plakt. Is dat een marketingreden? Of denk jij dat alle gitaarleraren jullie moeten gaan gebruiken om Chordify bij de leerlingen te brengen? Van waar het begrip e-learning? Kijk, tot nu toe stopten wij, maar wij zijn maar simpele zielen, jullie in het hoekje muziek. Ja. En jij zegt, door de pitch die je nu doet, nee, wij willen in e-learning. Want voor mij is dat een ander hoekje. Ja, je bedoelt meer in het hoekje van Duolingo of zo, van je wil een taal leren, van wil je daar... taal leren of ik wil een boekhouden leren, kan ook, typcursus. Ik kan me iets bij voorstellen, of misschien komt er wel waarde en geld onmiddellijk bij, snap je? Misschien als je het e-learning noemt, dat betekent dat je ook meer die premium account naar voren kan gaan schuiven, want dat hoort bij, ja, je hebt les van een leraar, daar betaal je voor. We hebben eigenlijk gewoon gekeken naar, wie zijn nou onze gebruikers? Want dat is uiteindelijk, is dat wel een mooie engel waar dit verhaal vandaan komt, waar wij hadden een product gemaakt. Dat kwam heel erg uit de technologiehoek. We hadden een stukje technologie en hebben daar een product omheen gemaakt. Dat liep best wel snel in het begin, dus ik kreeg heel veel tractie. Feitelijk op dat moment hadden we eigenlijk nog niet zo'n goed idee. Wie is die gebruiker nou en hoe gebruikt hij dat? Dus wat ga je dan doen? Eigenlijk in twee dingen. Ik ben onderzoeker geweest heel lang. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Dus ik ga gewoon mensen bellen van, hallo, wie ben jij? Waarom gebruik je Chordify en hoe doe je dat? En er bleek gewoon dat heel veel mensen het inderdaad dus gebruiken om te studeren. Om dat instrument beter te leren kennen, om het beter te leren gebruiken. Om het studeren leuker te maken, om makkelijk, ja, lekker veel te kunnen spelen. Dus op die manier denken we eigenlijk, vind je jezelf op die manier op een nieuwe manier uit. Dus wij denken van, ja, we zijn niet alleen maar een platform om leuk mee te spelen. Nee, we zijn eigenlijk gewoon een e-learning platform. Ja. Maar ik zie nog wel een paar veranderingen. Want misschien dan gedwongen door zo'n crowdfunding campagne. Tot nu toe, althans, zo hebben we ook de vorige gesprekken gevoerd. Waren jullie een stel hele enthousiaste jongens op het kruisvlak van technologie en muziek. Je zei net met grote trots, we hebben altijd onze eigen broek opgehouden, ja. Weet je. Gezinnen leverden van baby's, honden, noem maar op. En toch kies je er nu voor om te gaan groeien. Het begint met crowdfunding, maar je schrijft ook, want dat willen die investeerders natuurlijk weten. Waarom zou je er nu in investeren? 5 tot 15 keer je inbreng. We willen over 3 tot 5 jaar een exit. De founders. Weet je wel, er is wel wat gebeurd. Dat vind ik wel shocking hoor. Exit kan nooit het doel van het leven zijn. Nee, maar waarom zeg je niet? Want dat is die andere kant die ik ook bij jou zie. Gewoon die trots op van we hebben een leuk bedrijf en we leven ervan. Ik denk dat het zijn een hele goede vraag. Ik denk een paar... Daar noemen wij het voor, hè? Dat is onze dinsdagavond weer. Ja, een paar redenen. Eén ding is dat ik vrees dat je inderdaad anders gewoon, dat je het niet redt. En dat je een prachtig product waar je met z'n allen kaart voor hebt geknokt, toch de boot gaat missen. En dat is natuurlijk iets wat we gewoon ervaren. Je ziet gewoon de concurrenten. Ze komen allemaal op en die lenen allemaal slimme ideeën. En dat snap ik. Vind ik ook niet erg. Je moet gewoon zorgen dat je de beste blijft. Zo simpel is het gewoon. Maar als je dat wil,
En wat we hebben ook allemaal gezien, die markt is, dat was misschien wel de grootste verrassing, is gewoon heel groot. En je hebt serieus heel veel moeite, tijd en heel veel plezier gestoken in het product. En we denken dat we daar een succes van kunnen maken. Een nog groter succes. Een nog groter succes, ja. Want bijvoorbeeld, de exit zelf voor mij is, vind ik helemaal, zeg maar... De waarde interesseert mijzelf niet zo heel veel. Ja, je schrijft het wel op. Uiteraard. Maar dat is omdat je het succes vind ik mooi. Het waarde toevoegen voor die eindgebruiker, dat vind ik mooi. Maar dat kan waarschijnlijk alleen als je daar ook de echte middelen voor hebt. En jij denkt eigenlijk ook dat dit zoals op veel terreinen geldt, dat er een winner-takes-all situatie is. Dat er geen ruimte is voor drie, zeg maar. Helaas de internetwereld waarin we leven. Dat is gewoon waar je overal ziet, ja. Als je dit wil en je wil de beste zijn, dan kan er maar één zijn. Ja, dus als we het hebben over platformen, dat zijn jullie ook, eigenlijk geen ruimte meer voor gewone, leuke, middelgrote bedrijven van een stilletje enthousiaste jongens in Groningen. Klinkt zo treurig, maar we zijn er nog altijd. Dat vind ik ook wel een beetje, eigenlijk. Ja? Ja. Nou, we doen het nog steeds allemaal op eigen kracht tot nu toe. En we gaan kijken hoe het loopt. Nee, maar dat is iets heel anders. En natuurlijk gunnen we dat jullie de grootste van de wereld worden. Maar meer in het algemeen. Het idee van dat er op alle terreinen er een winner-takes-all situatie is. Nou, daar doe ik dat, op. Daar gaat het meer over. Ja, maar het gaat niet over jullie. Ik vrees dat dat gewoon de realiteit is. En ik ben met jullie eens dat dat misschien wel iets is wat veranderd is in onze opvatting. Wanneer de interviews waarschijnlijk van... wat zal het zijn, denk ik, een paar jaar terug al bekijkt. Dan zie je daar andere, hoor je daar andere verhalen. Dat is best leuk, denk ik. Ja, nee, en, dat is absoluut en toen zaten we daar anders in, dat wel, ja. Hey, maar samenvattend en afsluitend, wij gunnen jullie natuurlijk alle succes van de wereld. En wij hopen dat jullie... Als er dan één winner is... Ja, dan moeten jullie dat gewoon zijn natuurlijk, weet je wel. Hebben wij dat hele vervolgverhaal gemaakt. Ja. Ik ga gelijk even bij... Oh ja, want dat doet Steken altijd. Ja. Hij investeert altijd één keer per week en dat doet hij op dinsdagavond. Dus, top. Maar weet je wel, indrukwekkend. En natuurlijk doen ze dat bij Simbit goed. Je moet die eerste stap, die is belangrijk. Want als mensen op de site komen, dan wil je... Je wilt bij een winnaar wil je horen. Niemand wil de eerste zijn. Niemand wil de eerste zijn. Dus super. Ja, weet je, ik vind het een fantastische dienst die jullie maken. En heel veel succes hiermee. En laten we dit vervolgverhaal blijven volgen. Ja. Hartstikke bedankt, man. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. We danken 2ML die ervoor zorgt dat de site van Fast Moving Targets altijd up and running is. We danken Streamzilla uit Groningen voor een kleine 5 jaar streaming... video van Fast Moving Targets. We danken Bier & Co. voor, in mijn geval, de mannenliefde. En wat had jij? Oma Spruim van Baksbier uit Utrecht. Oh ja, jij komt, je zei je eerder al, hè? Dat is waar jij... Lekker? Ja, heel lekker. Ja, ja. Ik ben Groninger, maar ik had hem nog niet geproefd. Ook dat is Fast Moving Targets. Topnames. Even kijken, wie danken we nog meer? Freedom Lab natuurlijk, waar wij vandaan uitzenden. We danken jullie wel. Kijk je live, blijf dan kijken. Kijk on demand, dan weet je dat je ook de volgende uitzending kunt terugkijken. Dankjewel. Dag.